Telstar ontvangt in Velsenzijd de drager van de rode lantaarn. En dat is opvallend genoeg Feyenoord. Thorny is overgeschakeld naar een 4-4-2 systeem. Met opkomende middenvelders zoals Jada Konijnenberg. En dat betaalt zich uit. Het is de 11e minuut. Maxime Bennick wordt weggestuurd aan de linkerkant. Keepster Kelly Steen helemaal uit haar doel. Wat doet ze daar eigenlijk? In ieder geval houdt Bennick het overzicht. En Jada Konijnenberg met haar eerste van het seizoen. En ook de eerste van de wedstrijd. Brengt Feyenoord op voorsprong. Dat deed Feyenoord dit seizoen wel vaker, maar drukte dan niet door. Maar dan heb je Jada Konijnenberg nog niet in actie gezien. Wat een goal! Steen weer te ver uit het doel. Het is ook wel heel onverwacht, maar wat is dit een plaatje. Een prachtige goal uit de draai in één keer. En in de 26e minuut staat Feyenoord comfortabel op voorsprong. 2-0. En de lach op het gezicht bij Thorny. Eindelijk weer. Iepema dan met een goede steekpaas weer richting Jada Konijnenberg. Maar dit keer staat Steen wel op de goede plek. Een goede redding. Dit was op slag van rust een uitgelezen mogelijkheid voor Feyenoord. Om met 3-0 de rust in te gaan. De tweede helft is een ander spelbeeld. Telstar meer aan de bal. Feyenoord eigenlijk weer het oude patroon. Zakt ver in. En dit is een aardige kans. Voor de enige Japanse speelster in de Eredivisie. Kira. Maar de bal gaat naast. Weer Telstar. 10 minuten voor het einde. En een goede kopkans voor Jeanette van Belen. Maar Jacinta Wijman redt. Zo komt de overwinning voor Feyenoord niet meer in gevaar. Na 10 wedstrijden op rij is het eindelijk weer eens de volle buit voor Feyenoord.